Jij bent een nieuwe jongen, Tom van Weert is een nieuwe jongen, allebei aanvallers. Ze namen net afscheid, kijk, ik begin meteen. Ze namen net afscheid van Lars Veldwijk. Wat weet je van hem eigenlijk? Ik heb met hem samen gevoetbald in Jong FC Utrecht. Ik was 2 jaar jonger als hem. We kenden elkaar van FC Utrecht. We hebben daar samen gespeeld, samen getraind. Dat is een hele mooie stap voor hem. Een mooie beloning, denk ik ook, na zo'n goed seizoen. En ook mooi voor de club Excelsior, denk ik. En iedereen hier, die is bijna in traan omdat hij nou vertrekt. En jij moet die schoenen van hem vullen, hè? Dat is nog pittig. Ja, zeker pittig. Hij heeft een heel goed seizoen gedraaid. Heel goed gespeeld. Heel wat laten zien. Ja, dat overtreffen is heel moeilijk. Maar ik denk dat wij twee, Tom en ik, ons best gaan doen om te laten zien wat we kunnen natuurlijk. En om Excelsior verder te helpen natuurlijk ook. Je stond bij Stuttgart onder contract. Je bent jeugdinternational van Bosnië-Herzegovina. Dan zou je zeggen, je hebt ook wel wat in huis, toch? Ja, zou je wel zeggen. Ik probeer alles te geven altijd. Ik wil het liefst op het veld laten zien natuurlijk. Ik denk dat Excelsior mij die mogelijkheid ook biedt. De club spreekt me aan, dus ik denk dat wel goed komt. Ja, de club spreekt je aan. Je hebt die gesprekken gehad, je had een goed gevoel. Waarom? Ja, ik heb een heel goed gesprek gehad met de trainer vooraf. Daarna ben ik op de club gekomen. Heb ik nogmaals gesprekken gehad, dat was heel positief. Sprak me heel erg aan, gaf me een warm gevoel. De trainer is spits geweest, hetzelfde profiel zoals u eigenlijk weet. En dat was voor mij een van de belangrijkste punten eigenlijk, waarom ik voor Excelsior heb gekozen. Dat de trainer eigenlijk ook spits is geweest en me daarin kan aanvullen waar ik me nog in moet ontwikkelen. Het is geen kleine jongen de trainer, jij ook niet trouwens? Nee, klopt. Wat dat betreft kunnen we op ooglengte spreken. Ik denk dat heel fijn is en ook heel belangrijk voor mij in mijn ontwikkeling. Ik ben pas 20 en ik moet nog veel leren. En ik denk dat hij me daar dat kan aanbieden. Je hebt natuurlijk bij OS gezeten op huurbasis. Je zou ook kunnen zeggen, bij Stuttgart is het net niet gelukt. Kom je hier dan toch met een soort van gevoel om jezelf te bewijzen? Nee, helemaal niet eigenlijk. Ik denk dat Stuttgart een hele goede stap voor mij was geweest. Ik denk dat ik daar heel veel geleerd heb. Ik heb me daar met topspelers getraind, die Bundesliga niveau hebben gespeeld. Die over de 300 wedstrijden Bundesliga hebben gespeeld, die allemaal bijna international zijn. Dus ik denk dat een heel goed leerproces voor mij is geweest. En ik denk dat ik daar, voordat ik naar OS ben gegaan, heb ik daar een jaar een programma uitgevoerd wat voor mij heel belangrijk was voor mijn fysiek. Omdat ik pas 18 was en ik uitgegroeid ben. En dat heeft mij echt geholpen, denk ik. En dat is ook gebleken het tweede seizoen zelf, dat ik toen dat tot uiting kon brengen. Nu is het WK bezig. Jouw land is uitgeschakeld. Bosnië-Herzegovina heeft wel goed gevoetbald. Je zat er al dichtbij en je zei net ook een beetje, jouw stap naar Excelsior heeft ook wel een beetje te maken met hoe dat land ermee omgaat. Ja, klopt. Ik speelde er al 6 jaar. Vanaf onder 17, onder 19, onder 21. Ik heb nog 2 mooie wedstrijden tegen Hongarije en tegen Oostenrijk. Ik hoop dat we dat mooi kunnen afsluiten met Jong Bosnië. De bondscoach van het eerst heeft elke wedstrijd van ons nog gezien. Is heel positief. Ik hoop eigenlijk dat hij me hier kan zien, dat ik me kan profileren bij Excelsior en dat ik mogelijk ooit een oproep kan krijgen van hem. Je hebt wel het gevoel hier, de Eredivisie Nederland, dat is wel een competitie waar je juist die stap kan maken en waar ze ook jou goed in de gaten kunnen houden. Ja, natuurlijk. Dat is het hoogste niveau. Ik denk dat Nederland me aanspreekt. Ik denk dat de keuze ook voor Nederland goed is geweest. Omdat ik me dan niet hoef aan te passen aan een land, aan een taal, aan de omgeving. Ik denk dat ik hier me snel thuis kan voelen. Rotterdam spreekt me ook wel aan eigenlijk. Ik hoop hier ook zo snel mogelijk een woning te kunnen vinden om hier te gaan wonen. Ja, want voor iemand die geboren is in België, doet je Nederlands behoorlijk goed, maar je bent gewoon opgegroeid in de Achterhoek, hè? Klopt, ja. Ik ben een Achterhoeker. Ik ben ook voor Nederland op het WK, dus dat mogen jullie weten.